Stel je voor dat je elke dag tot je knieën in het water staat. Dat is voor ons niet voor te stellen, maar dat gebeurt elke dag in de Filipijnen. Wij zijn Jurian, Joran en Pieter en wij hebben dat zelf meegemaakt tijdens ons onderzoek in de Filipijnen. Huizen van duizenden mensen staan letterlijk elke dag onder water. Deze overstromingen worden veroorzaakt door eb en vloed, regenval en grondverzakking. Ook klimaatverandering speelt hierbij een grote rol. Als architecten en ingenieurs dachten we, dit moet toch veel beter kunnen. Er is zo ongelooflijk veel water in de wereld en waarom zouden we dat niet veel meer gebruiken om op te wonen, zoals hier in Nederland? En daarom hebben wij van Finch Floating Homes deze drijvende woning ontworpen, in samenwerking met de TU Delft en Finch Buildings. Hiermee zijn de bewoners altijd voorzien van droge voeten en kunnen ze wonen op plekken die voorheen onbewoonbaar waren. Woningen worden plaatselijk gebouwd met lokale materialen zoals hout en bamboe. Hierdoor creëren we lokale werkgelegenheid, houden we de kosten laag en de footprint klein. Het ontwerp heeft een unieke, drijvende fundering die eenvoudig te bouwen en uit te breiden is. Het huis is een combinatie van een innovatief ontwerp, traditionele architectuur en wooncomfort. De woning biedt een oplossing voor overstroming tijdens vloed en voor tyfoons in het regenseizoen. Het ontwerp is klaar. We hebben meerdere bouwlocaties en wij zijn er klaar voor. We hebben nu alleen nog jouw hulp nodig om de eerste woningen te bouwen. Bouw jij mee?